Het was een zaak van Care for Salud NV. Dat is dus een rechtspersoon waar dus de directeur mevrouw Jesseren is. Deze rechtspersoon houdt zich dus met activiteiten bezig in de gezondheidszorg. Met name dus het opzetten van een medisch centrum, polyklinieken en dergelijke. En zij had dus een rechtszaak aangespannen omdat ze dus van mening was dat de staat Suriname, met name het ministerie van Volksgezondheid, over moest gaan tot het keuren van het pand. Staande en gelegen aan de Mozartstraat en Verdistraat. En dat is dus aanleiding geweest voor haar om deze zaak aanhangig te maken. Op straffen van een dwangsom uiteraard. Het ministerie heeft natuurlijk verweer gevoerd in dit kort geding. En het verweer kwam erop neer dus dat formeel deze NV, geleid door mevrouw Jesseren, nimmer een vergunning zou hebben aangevraagd. Voor het opzetten dus van een kliniek, althans een medisch centrum, staande en gelegen aan de Mozartstraat, Vierdistraat, dus die hoek, hè, waarmee het ministerie wel bekend was, is het opzetten van een medisch centrum in het district Nikeri, aan de Aministraat. Dus het ministerie was wel bekend met dat verzoek, omdat er een vergunning was verleend. Die vergunning was verleend voor het aantreden van deze minister. En deze minister is daarmee geconfronteerd geworden. Nou, dan is er een bepaalde procedure. En dat is dat er door de geneeskundige inspecteur is er een inspectie geweest in de regeerperiode van deze minister. Dat is vorig jaar geweest, in februari. En daar heeft de geneeskundige inspecteur van het ministerie van Volksgezondheid een leegstaand pand aangetroffen. En u begrijpt dus dat die vergunning werd ingetrokken, want dat is een van de voorwaarden om die vergunning dus te behouden. En de rechter heeft op een gegeven moment het nodig gevonden een comparitie van partijen te gelasten. Dat heeft gisteren plaatsgevonden en de rechter zat met een aantal vragen. En op een gegeven moment heeft mevrouw Jesseren als directeur zijnde van die NV Care for Salud te kennen gegeven, wat in het kort erop neerkomt, dat zij dus op zoek was naar een investeerder, want zij zat dus met gebrek aan financiële middelen. En die investeerder had geen belangstelling voor Nikeri, maar dus belangstelling voor Paramaribo. En op een gegeven moment bij het stellen van de vragen kwam dus boven water dat in ieder geval voor wat betreft het pand aan de Mozartstraat, dat mevrouw Jesseren dus kennen gaf dat het pand door haar niet meer wordt gebruikt. En voorlopig dus, in ieder geval voorlopig dat ze dus geen belangstelling meer heeft daar. Woorden van gelijke strekking hoor. En toen heeft de rechter daar inderdaad voor gehouden dat als zij dat stelt, namelijk dat het pand niet meer gebruikt wordt en het pand door haar is afgestaan aan de eigenaar, dan is nog maar de vraag of ze nog een belang heeft bij die vordering. En ze heeft dus inderdaad toegegeven dat er geen belang meer is bij die vordering. Daar komt het erop neer. En daardoor was de eisende partij, dat is dus Care for Salud, had dus dan geen andere keuze dan de vordering in te trekken. Waarmee wij dus met welke intrekking wij als tegenpartij akkoord zijn gegaan. Omdat er geen belang meer is toch voor het continueren van dit proces. Dus daar komt het in hoofdlijnen erop neer. U zegt dat was de hoofdzaak waar deze zitting over ging. Maar waren er nog andere punten? Er waren sowieso andere punten, maar ik denk dat voor deze zitting van doorslaggevende betekenis was deze issue. Overigens hadden wij wel de informatie hoor, dat er inmiddels een verzoek is gedaan door een andere entiteit om daar een medisch centrum op te richten, op te zetten op dat adres. Maar u begrijpt dat het ministerie niet kon overgaan tot in behandeling nemen van die aanvraag vanwege deze rechtszaak. Dus dat moet gezegd worden.